Ik sta op het vliegveld van Iași in het noordoosten van Roemenië. Ongeveer 3 uur rijden van de grens met Oekraïne. Je ziet hier ook, dat ook hier een heleboel mensen naartoe komen die Oekraïne zijn ontvlucht. Die in Roemenië zijn aangekomen en nu in een ander land een veilig heen komen zoeken. Ik heb in de afgelopen dagen met diverse mensen gesproken die daar vandaan kwamen. En ik heb ook hulp gezien die aan hun geboden wordt. Bijvoorbeeld een plek om te overnachten. Ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Het is daar prettig warm, wat heel fijn is, want het is koud hier. Ik ben er geweest omdat ik ook iets wilde proeven en zien van wat we nu concreet doen met gelden die aan het Christelijk Noodhulpcluster zijn gegeven in de afgelopen tijd. Het Christelijk Noodhulpcluster, Dorcas, EO Metterdaad, Kom Over en Help, Red een Kind, Tearfund, ZOA en Woord en Daad. Samen hebben we de handen ineengeslagen met u. Ik dank u hartelijk voor zoveel betrokkenheid bij welke organisatie dan ook van die 7. Ik dank u voor alles wat we hebben opgehaald in geld. En we zijn druk bezig om ons in te zetten dat het op de goede plek terechtkomt voor zoveel duizenden mensen die op de vlucht zijn. We zijn nog lang niet op het eind daarvan. De crisis gaat door. De crisis wordt misschien nog wel erger. Maar op dit moment zeg ik namens zoveel mensen hier op het vliegveld in Iași en namens zoveel mensen die ik de afgelopen dagen heb gesproken bij de grens en bij opvangcentra. Lieve mensen, dank u wel.